In deze video hebben we het over zoenen. Omschrijf dat eens in één woord. Oeh, ja, dat kan ik niet uithoren. Nee. Somehow denk ik aan cozy. Ja, lekker. Aftasten. Fijn. Passioneel. Met de juiste persoon magisch. Heerlijk. Lekker. Tering lekker. Geil. Sorry, het hoofd dat je er bent, yes. Rob. Ik ben gewoon trots. Ja. In team. Intiem. Intiem. Ik wilde ook intiem zeggen. Ik wil echt zoiets heel erg cringy zeggen van vuurwerk, maar dat kan ook helemaal niet. Ja, ik had dus test bedacht. Voor mij is zoenen toch wel een soort van test van oké, gaat dit de goede kant op of wil ik dit? Want vaak als je met iemand zoent en diegene heeft gewoon een hele andere zoenstijl dan jij, dan gaat het vaak ook niet echt flowy between the sheets. Vooral als je met iemand zoent die het ook super fijn kan zoenen. Dan is het een soort, bijna een soort dans. Ja, je bent gewoon heel erg in sync met elkaar. Het is gewoon... Oh. Ik heb zoenen niet altijd leuk gevonden, zeg maar. Ik vond het heftig dat ik de mensen met wie ik heb gezoend allemaal heel veel tong gebruikte. En daar was ik gewoon niet echt van. Ik denk dat ik bij geen één iemand dat fijn heb gevonden tot ik mijn vriendin heb ontmoet. Ik kan me bijvoorbeeld geen seks voorstellen zonder zoenen. En ik vind op het moment dat je met twee gezichten zo dicht bij elkaar bent, vind ik dat heel intiem. Ik vind, denk ik, ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik vind zoenen misschien soms wel nog intiemer dan seks hebben. Met bepaalde personen vind ik het gewoon heel fijn en dan wil ik het echt urenlang doen. Ja, de hele tijd ook. De hele tijd. Ik had een keertje een partner die dus heel snel zoende. Ja. Mm-hmm. En dan vond ik op dat moment vond ik dat lekker intens, vond ik dat lekker ja, geil. Mm-hmm. En ja. Nu heb ik een partner waarmee ik dus echt gewoon die tong goed gebruik. En mm-hmm. dat is nu gewoon, ja, chill. Het is gewoon veel sensueler. Maar laten we even naar jullie gaan. Hoe zoenen jullie dan? Ja, geil. Gaaf. ik kan het wel zo voordoen. Zeg maar, als dit twee monden zijn, sommige mensen die doen hun mond open. En dan gaat het zo op. Wow, sick. Ja. Maar wat ik persoonlijk fijn vind, is dat het gewoon een beetje zo aftasten is. En dan een beetje zo dit. Ja, veel lipactie. Ja, veel lipactie. Ja. En dan af en toe wel een beetje tong, maar niet te veel. Nee, niet te veel. Beetje meer... bijten ook in de lip. Ja, mag ook wel. Ja. Soms, ja. Ik ben heel bijterig. Ik ben eigenlijk een persoon die heel erg gaat kijken van oké. Ik ga een beetje met jou in mee, een beetje kussen hier en daar, hand in de nek. Heel subtiel komt de tong erbij. Af en toe alleen maar tong, een lip bijten erbij. Even weer oogcontact, ja. Ik ben best afwachtend, denk ik. Ik zoen je wel, maar het is meer van, ik ga niet gelijk mijn tong ver in je bek duwen. Nee. Maar het is gewoon een soort spel, dat vind ik leuk. Ja. Ik tease een beetje. Een beetje teasen. Soms geef ik wat meer, soms wat minder. Ik bijt je in je nek of in je lip. Of ik stop opeens, I don't know. Ik vind teasen heel leuk. Je bent recent veranderd, toch? Ja, ik ben recent veranderd. Ik zoende dus eigenlijk nooit met... Of niet nooit. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vond tongzoenen gewoon niks. Ik ben er dus achter dat het waarschijnlijk komt omdat de mensen waarmee ik tongzoende... Dus niet echt tongzoeners ook waren. Dus het was dan gewoon zo van... Ja, ik weet, ik zoende gewoon nat met mijn lippen of zo. En toen... Had ik laatst een partner die dus wel heel erg van het tongzoenen was. En toen heb ik het eigenlijk ontdekt. Maar soms ben ik ook juist wel echt zo van... Dan wil ik het zoen. Ja. Ik vind ook weer, je hebt zo verschillende zoenmomenten. Ja. Als in van, als je echt bijvoorbeeld, weet ik veel, in de club staat en je bent heel dronken, dan zoen je al anders dan als je net gaat beginnen met seks of tijdens de seks. En wat is echt een afrader als het gaat over zoenen? Die helikopter dus. Dat mensen zo... Echt gewoon zo... Dat je gewoon bijna gewoon een soort mond-op-mond beademing doet. Dat je gewoon die space voelt van... Ik zit gewoon in iemands bek en dan echt zo... Echt eromheen zo draaien. Ja, gewoon alleen maar gefocust zijn op je eigen genot. En net zoals vroeger, de wasmachine. Yeah. Ja, nee... Helikopter. Geen wasmachine, maar everyone knows. Wasmachine. Zo'n echt te intens met tong? Ja. No go. Ik denk als je elkaar nog niet heel goed kent, vind ik persoonlijk in lippen en tongen bijten heel heftig. Ja. En tanden. Oh ja, tanden. Maar dat kan af en toe dat je denkt... Het kan gebeuren, maar ik ben heel lang met iemand geweest die dat altijd had. En dan kan je zeggen dat het aan mij lag. Maar nee, het lag toch echt aan hem. Ja, toch echt wel meteen straightforward met de tong. Dat is natuurlijk niet helemaal, dat is niet mijn...
Dat is voor mij een afknapper, zeg maar. Een not done. En wat moet je juist wel doen? Beginnen met de lippen alleen, denk ik. Ja, lekker aanvoelen wat de ander ook wilt. Wees een beetje speels ook. Yeah. I love. Dat je gewoon, I don't know. Ik denk een slechte zoen is een zoen die niet matcht. En dus het enige wat je eigenlijk moet doen om een goede zoon te krijgen is zorgen dat je wel matcht. En ik denk ook, neem jezelf niet te serieus. Ja, sowieso niet. Ja, ik wilde zeggen, doe het gewoon heel veel. Ook. Zoen gewoon met meerdere ook. Mensen en dan kom je er ook echt achter. Klopt. Wat voor... Oefening baart kunst. Ja, oefening baart echt kunst. Ja. En dan kom je er ook echt achter van, oh, iedereen zoent echt anders. Misschien zoen ik ook wel heel anders. Het moment nemen, de tijd nemen. Als je bijvoorbeeld uitgaat... En dan zit je net in zo'n hoekje, weet je wel. En dan zo'n donker hoekje. En dan ben je gewoon met elkaar alleen. Een soort van, dan zit jij in een bubbel met die andere persoon. En dan. Ja. Ja, ik denk toch echt proberen iemand te voelen. Ja, dat. Dat is het. Probeer echt die connectie te zoeken. En inderdaad de ander te voelen. En, ja. en met elkaar in sync gaan. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Oké. Oh my. Ja. Hier zie je ook wel een beetje die tease en zo. Nee. Ja. Ja, ik denk wel. Dat is wel heel nice. Ja, nog een keer. Het is gewoon anders. Nee, maar ja. Gebruik van je tong, je lippen. Helemaal zin in. Wil je meer zien van Sexpedia? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.